En dan is het nu tijd voor onze eerste bellerpaal. Kijken, hebben we hem aan de lijn? Dat is Danny. Leg jij even uit wie we aan de lijn hebben, Paul? Nou, hij mag het zelf ook doen, maar volgens mij is het Danny Creator, toch? Van World of Reggae. Danny, kom erin! Een hele goede avond, heren. Hey, man. Hallo daar. Wat nice. Welkom in het programma, zeggen we dan toch? Ja. Dankjewel. En gefeliciteerd met deze eerste. Top. Mooi dat we weer reggae op de FM kunnen beluisteren. Weer. Het is nog nooit, nog nooit gebeurd, hè? Ik weet het niet, hoor. Nou, 43 jaar geleden ooit. Maar dat is heel lang geleden. Serieus? Ja. Oh. Dat zou best wel eens kunnen, Danny. Ongelooflijk. Hey, maar zoveel verstand heb je er dus van. Dus dat is ook meteen gelijk de reden waarom we jou iedere week laten inbellen. Want we weten van jou dat je het laatste nieuws hebt vanaf Jamaica. En of dat nou politiek of muzikaal is. Daarom lijkt het ons een goed idee om jou iedere week in te laten bellen. En even te zeggen wat er aan de hand is. Heb jij dus deze week voor ons al wat nieuws van de afgelopen tijd en de aankomende tijd? Ik heb eventjes iets bij elkaar mogen scharrelen wat wellicht interessant is. Ik wil toch heel even snel aanvullen dat volgens mij 7 juli, dus ver weg, we hebben net Samori gedraaid, dat hij weer in de Melkweg staat. Dus dat is helemaal mooi. Precies, ja. Die kan erbij. Die kan er nog bij, zeker. Maar dat is verderop. Eens even kijken. Op 22 maart zijn de IRAMA Awards in Jamaica geweest. De International Reggae and World Music Awards. Ja. En daar zijn natuurlijk allemaal weer prijzen uitgereikt, net zoals bij de Grammys. En Sean Paul die ging daar de deur uit met 2 awards. Waarvoor de Emperor of Reggae and World Music Honorable Bob Marley Award. Bam! Dat is een hele mond vol. Zo klinkt het, ja. Dat is voor Entertainer of the Year. En hij heeft de Peter Tosh Award voor Recording Artist of the Year ontvangen. Dus dat is heel mooi. Wow. Die is goed bezig. En dan moet hij alleen nog de Bunny Wailer Award hebben. En dan heeft hij ze allemaal. Dan heeft hij ze allemaal te pakken. De Bunny Wailer Award is dit jaar naar Grams Morgan gegaan. Oh, als je dat die is er echt. Ja, die bestaat echt. Nou, bedankt zeg. Dit is echt top. En de Jacob Miller Award is naar Christopher Martin gegaan. Voor Best Male Vocalist. Etana heeft de Best Female Vocalist gekregen. Dat is ook een knaller, zeg. Ja, zeker. Ja. En wat ook wel heel erg leuk is, dat Burning Spear hier dus wel een award heeft gekregen voor zijn laatste No Destroyer album. Die hij bij de Grammys dus niet had gekregen. Ja. Dus dat is eigenlijk het eerste deeltje wat ik wilde delen met jullie. Iets anders wat wellicht leuk is voor de mensen die naar Jamaica op vakantie willen of een keer een tripje gepland hebben om een reggae vakantie te hebben. Recentelijk is er een soort nieuwe wet of een plan aangenomen en naar aanleiding van dat er in Jamaica soms concerten worden afgesloten door de politie. Dan gaan ze net iets over de tijd heen en dat soort dingen. En voor een land als Jamaica is het eigenlijk wel gek dat reggae-concerten afgesloten worden wanneer daar toeristen zijn. En nu heeft de minister van Financiën, Nigel Clark, heeft nu aangekondigd dat die quotum eventjes: reggae music will play in Kingston 24 hours a day, 7 days a week. Boom! Ja. Dat is een mooie. Let's go. 24/7. Precies. En daarvoor worden er nu 2 plekken helemaal klaargestoomd. Dat is het Jam World Entertainment Complex in Portmore. En Fort Rocky in Port Royal. Nice. Dat worden dus 2 entertainmentzones. Helaas zijn deze eigenlijk net ietsjes buiten Kingston. Maar ik vind dat we niet mogen klagen als dit echt gaat komen. Het is een begin. Dan zal het heel erg mooi zijn. Ja. En als we nog tijd hebben, heb ik nog een ander leuk dingetje. Als de mensen of iemand toch in Jamaica is. Toen ik recentelijk op Jamaica was, ben ik uitgenodigd bij een nieuw initiatief. Dat heet The Compound. En dat is eigenlijk een soort creative hub. Waar artiesten en muzikanten samen kunnen komen. Dus iedereen die kan zingen, spelen, whatever je kan op muziekgebied. En die kunnen daar muziek creëren in een ontspannen, creatieve omgeving. Nice. Als ze daar een lied aan het opnemen zijn en ze hebben een bassist nodig, trekken ze gewoon een bassist naar binnen. En zo gaat het daar een beetje. En toen ik daar was, liep ik ook artiest en producer Panic tegen het lijf. Ja. En we spraken zijn nieuwe muziek, van wat is hij aan het uitbrengen en wat heeft hij uitgebracht. Maar toen vertelde hij me dus ook
En ik mag er helaas niks van laten horen, maar het komt binnenkort wel. Dat hij bezig is met het nieuwe album van Wyclef Jean. Oeh, we moeten een geluid hebben voor nieuwtjes. Wyclef komt met een album opgenomen op Jamaica. Of hij gaat het in ieder geval produceren, Panic. Dat heeft hij al gedaan. Ik heb het dus mogen horen en het is niet zo'n reggae-album van je zet er even een kwak-kwak-kwak-kwak onder en je hebt reggae. Ja. Maar het is echt lekker diepe bassen, goede drums. Wow. Helemaal echt iets om naar uit te kijken, denk ik. Zodra je wat hebt, dan weet je waar je terecht kan, hè? Precies, zodra ik wat in mijn mailbox heb en ik mag het weten, dan zal ik dat zeker doen. Ja, graag. Hey nieuwsman, dankjewel. Wat stel jij voor dat we nu gaan draaien dan aan de hand van dit nieuws? Nou, ik denk dat we de laatste maar even moeten pakken. En dat is ook leuk voor de mensen om Panic te leren kennen. Ja. Dat is Panic met Nutty Trotting. Me no reverse. Put in the work, me know my worth. Better familiar, want panic for spit a verse. Yeah, money in the bank. What the hell these people think? I'm not playing no games. I got kids to feed. Get the bread to the house.